We zijn hier bij Fruitmasters te Geldermalsen. Hier achter mij zien jullie de nieuwste koelruimte die dit jaar is opgeleverd. Waar onze appelen en peren gekoeld worden. Waar gebruik wordt gemaakt van de nieuwste technieken. Waar wij een continu controle doen op het proces om ervoor te zorgen dat de kwaliteit gewoon goed blijft. Innovatie is daarin van wezenlijk belang. Kijk je naar het verleden, hoe wij 30 jaar geleden ons product koelde, bewaarde en verpakte en vermarkte ten opzichte van vandaag de dag, dan zie je dat dat wezenlijk anders is. Uiteraard gaan wij bewust om met ons energieverbruik. Zo isoleren wij onze koelruimtes en hergebruiken wij onze restwarmte om ons pakstation te verwarmen. Maar de opslag en koeling van appels en peren vergt nou eenmaal veel energie. Kan ik met minder kosten, bewaarkosten, dezelfde kwaliteit behalen? Beste Jacco, bij een lange bewaring draait het om het vinden van een goede balans tussen kwaliteitsbehoud en de bewaarkosten. Het tegengaan van energieverlies bij het koelen is daarin een belangrijk aspect. Wageningen Food & Biobased Research onderzoekt hoe alternatieve energiebronnen aangewend kunnen worden om te koelen. Dit project heet SoCool en heeft als doel de koelinstallatie zo efficiënt mogelijk te gebruiken in bijvoorbeeld nieuwe vormen van warmte-koude opslag en hiermee de kosten te besparen, zonder dat er sprake is van kwaliteitsverlies. Daarnaast hebben we gezien dat tussen twee koellocaties het energieverbruik voor een vergelijkbaar product een factor 2 kan verschillen. Met een big data benadering gaan we achterhalen wat hiervan de oorzaak is. Deze kennis uit de vele beschikbare gegevens kan door jou ingezet worden om een hoger rendement uit je koelcellen te halen.